Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Floor. En wij gaan vandaag de Fuck, Marry, Kill tag opnemen. Ja. En het is een beetje avond als we dit opnemen. Het is namelijk Kwart voor elf. En wij gaan zo meteen uit, maar we wilden dit heel graag opnemen. Dus sorry voor het slechte licht. En voor het dronken hoofd. Maar we gaan dus nu de Fuck, Marry, Kill opnemen. Als je heel veel zin hebt in deze video, moet je even een blauw duimpje omhoog doen. En abonneren. En abonneren hier beneden op de rode knop. En we hebben een blauwe knop. Dus niet blauwe knop. Nee, een rode blauw knop. Duimpje. Ja, ja, blauw duimpje. En we hebben een soort van een beetje categorieën gemaakt. Wil jij beginnen of zou ik beginnen? Ik begin wel als steenpapierschaar. Oh ja. Oké. Okay. Wacht. Okay. Ja, jij speelt vals. Jij doet echt wachten. Oké. Okay. Steenpapierschaar. Jee, oké. Okay. Mag ik beginnen? Wat? Ja, jij mag beginnen. Oké, okay, ik mag beginnen. Oké, okay, ik heb als eerst YouTube mannen. En dan heb ik als eerst Armo Was Right, Snap King en Enzo Knol. Oh, ik heb gewoon leuke, hè? Oké. Okay. Volgens mij. Armo Was Right, Snap King. En Enzo Knol. Je moet iets maar in beeld zitten. Snap King, sowieso kill. Oh, oké, okay, ja, kill. Kill. Oké. Okay. Nee, ik vind dat verschrikkelijk. Oké, okay, wie ga je trouwen? Hoe heet het? Enzo is wel nu single. Ja, maar ik vind Enzo niet aantrekkelijk. Nee, Armo wel. Nee, Armo ook niet. Hij kan wel goed rappen, man. Ik zou sowieso Enzo Knol dan trouwen en dan Armo doen, ja. Oké. Okay. Zou jij je ja, ik zou het zelf doen, ja. Ja, want ik denk dat Enzo Knol wel wat serieuzer is, zeg maar. Het is wel niet uit met zijn vriendin, maar Het liefst allemaal killen. Nee. Kill. Ik ken echt niet. Oké, okay, nu ben jij. Oké, okay, even kijken hoor. Enzo Knol. Oeh, echt? Ja. Oké. Okay. Kwebbelkop. Ken je die gast? Ja, ik ken hem. En Calvin. Oké, even of nadenken. Of Calvin, ik weet niet hoe hij Calvin. Ik denk dat ik hem zou doen. Calvin? Ja. Waarom begin ik daarmee? Nou, ik twijfel, want hij is echt... Hij is, laat maar zeggen, een beetje... Ik vind hem wel schattig, maar heel druk. Ja, te druk, laat maar zeggen. Niet tegen kunnen. Nee, dus ik zou niet met hem trouwen. Zijn vriendin is wel echt fucking knap. Maar even nadenken, ik zou hem dan doen. Dan zou ik Enzo vermoorden. Ik heb ook op trouwen. Nee, oké. Okay. Ja, ik weet het nee, niet. Nee, sowieso Calvin trouwen okay. Zou ik doen. En dan ja, okay, Enzo Knol doen. Enzo Knol doen. Ik zou met hem trouwen, weet je niet. Krijg ik wel veel abonnees. Ja, met Kwebbelkop ook. Die heeft er nog meer. Ja, die heeft er nog veel meer. Oké, okay, nee. Yes. Oké, okay, wacht. Maar ik zal ook een mooie vriendin, hè? Ja, oké. Okay, nee, ik zal dan... Nee, maar die Kwebbelkop vind ik nog niet eens heel redelijk. Ik deed dat hier, hè? Ja, je moet wel daar. Oké. Okay. Oké, okay, nee, dan trouw ik met Calvin. Dan doe ik het met Kwebbelkop en dan kill ik Enzo Knol. Vind je Enzo Knol zo lelijk? Ja, ik vind Enzo Knol echt heel lelijk. Nee, dat heb ik niet, maar ik vind het gewoon heel irritant. Hij is fucking druk. Ik zou echt zeggen, hou je bek. Knol power! Hou je bek, man. Oké, okay, jij bent YouTube vrouwen. Ronde 2. Oké. Okay. Monica Geuze. Ik heb de expressie niet gedaan, want ik wist dat jij dat ging doen. Femke Louise of Famke Louise. Think Julia loves. Trouwe Monica Geuze. Sowieso. En Weet je wie die Things Julia Loves? Ja. En Things Julia Loves, kill. En Famke Louise zou ik dan doen, want ik vind haar best wel mooi nog. Ja, ze doet nu mee in dat Models in Paris en dat is ja, maar leuk. Ik vind er zo meer een beetje dommig overkomen in het begin. Maar nu vind ik er wel, zeg maar, ik kijk haar vlog niet echt, maar ik vind er mensen gewoon wel... Mensen haten heel erg. Ja, maar ik vind er nu wel leuker, zeg maar. Ik vind haar ook wel leuk om te kijken. En ik vond het echt zielig dat, had je die video gezien, dat iedereen haar ging afkraken en zo. Nee. Nou, dat was dan zo'n video van zo'n gast zo. En iedereen ging haar afkraken. En toen ging zij... Oh, die heb ik wel gezien. Maar die jongen die was bij ons op school toen, hè. Met de leuke school. Maar het is toch zielig. Ik bedoel, niet zo oordelen. En ook niet ja, haat op Janette. Nee, niet haat op mij. YouTube vrouwen heb ik Teske, Anna Nushin en Nikki Tutorials. Oké, Anna Nushin sowieso trouwen. Echt? Oh ja. Okay. Ja, Teske en dan... doen, denk ik. En ik tutorials vermoorden. Ik niet tutorials doen, denk ik. Ik vind Teske niet aantrekkelijk. Ik vind Teske wel lief. Ja, ze is lief, maar daarom zou ik toch niet met haar kunnen doen. Ik vind Nikki Tutorials echt heel schattig mens, weet je wel. Echt zo'n... Ja, wel mens. Lief, maar dan kun je eerder met haar trouwen. Ja, misschien met haar trouwen Anna Nushin doen. Ja, Anna Nushin doen. Sowieso Anna Nushin.
gewoon lekker wijf. En ik? Ja. Oké, dan heb ik bekende mannen. Oké, maar dit is gewoon rappers, maar oké. Lil Kleine. Ronnie Flex. Oh, ik heb ook of Ronnie Boef. Flex. Oh. Nou, Lil Kleine boef sowieso killen. Doen en trouwen en de rest mag je gewoon killen. Nee, okay. Ik zou sowieso Boef killen. Want dat is niet mijn... Maar Ronnie is ook leuk. Ja, daarom. Ik vind ik zou gewoon Ronnie en Lil Kleine gewoon in één keer doen en trouwen. Eén keer doen. Oké. Nee, ik zou denk ik Boef killen. Want ja, ik sowieso vond, ik ook. Ik vond hem in het begin heel irritant. Ik vind zijn rap wel leuk en zo, maar ja, het is gewoon niet mijn type. En Lil Kleine trouwen, want ik vind hem echt... Ik denk dat hij heel stoer doet, maar dat hij wel gewoon echt schattig is, denk ik. Maar ik denk wel dat ik zou Lil Kleine sowieso... Nee. Ronnie Flex dan trouwen. Ja. Nee, doen. Nee, Ronnie Flex ook trouwen. Nee, Ronnie, dat kan niet. Je mag niet allebei. Je mag niet twee mannen trouwen. Ik zou sowieso Ronnie Flex dan doen, want ik vind Ronnie Flex ook schattig. Maar hij is een beetje te lief voor mij, denk ik. Nee. Jawel. Ik hou ook niet van zo'n dominante gast zoals Lil Kleine, maar... Maar Ronnie is zo lief. Nou, dan ga jij lekker met Ronnie trouwen. Oké, is goed. Ga ik hem doen. Samen met jou. Ronnie Flex. Humberto Tan. En Brownie, ken je hem? Die rapper? Die dikke? Ja, met die bril? Dikke, met die bril altijd. Oké. Ik zou Ronnie sowieso trouwen. Ja, dat wist ik al. En nu? Humberto Tan of... Wat was Brownie, lekker? Brownie. Maar Humberto Tan is heel oud en die heeft net zijn dochter net zo aan zijn. Ja, maar is niet een hele lelijke man. Hij is wel een beetje kaal, maar die Brownie zou ik sowieso niet doen. Want deze is echt moeilijk. Het is moeilijk. Nee, ik maar ik zou sowieso die Brownie killen. Ja, dus dan trouw je gewoon met Humberto Tan. Dus ja, en dan... Ja, maar... Nee, maar als je met iemand trouwt, dan doe je het heel vaak. Ja, daarom. Ja, oké. Ik trouw sowieso Ronnie, want dat zou ik sowieso doen. Dus dan doe ik maar... Ja, gewoon, ik ben asexueel, sorry, ik doe het niet. Dus ga trouwen, maar dan ben je de hele dag met diegene. Nee. Ik doe... Ja, want ik zou wel graag met Ronnie de hele dag willen zijn. Dus dan doe ik het wel... Je bent een beetje verliefd op Ronnie, hè? Ja. Maar dan doe ik het wel een keer met Humberto Tan, als het dan moet. Bekende mensen, toch gewoon bekende? Gewoon nog bekende mensen? Bekende uit internationaal. Nee, ik heb gewoon normale gewoon bekende mensen. Oké, ik heb Willem-Alexander. Harry Potter. Ik weet niet zijn echte naam. Die is ook internationaal sukkel. En Mr. Bean. Wat denk je zelf, Mr. Bean kill? Willem trouwen, dan ben ik koningin. Jij zou het alleen daarvoor doen. Nee, ik zou sowieso dat niet doen, maar als ik moet kiezen. En dan wie is die ander? Harry Potter. Ja, nou... Hij is niet heel lelijk. Ik ben niet aantrekkelijk. Ik ook niet. Ik zou hem dan gewoon een keer doen, want ik vind die andere gast... ik ben het nu al vergeten. Alex, dan moet je even editen, hè, zo. Ja, zo'n bliksem. Tada. Weet jij zo'n toverspreuk? Als je een kind krijgt met hem, Legardius Leviosa. Legardius Reviosa. Maar ik snap ook niet waarom mensen zo diehard fan kunnen zijn van Harry Potter. Ik vond alleen ik de eerste niet leuk. Die heb ik heel vaak gekeken. Nou, ik heb wel de films gekeken. Ik heb geen boek gelezen, maar ik snap niet waarom je naar musea en zo gaat. En kleding en zo gaat aandoen van Harry Potter en sjaaltjes. Misschien zijn jouw fans dat wel, hè? I love jullie. Oké, jij bent voor. Bekende mensen heb ik Brad Pitt. Die is wel lekker. Channing Tatum en Zac Efron. Ja. Moet er eens eentje killen. Maar ik weet eigenlijk hoe ze eruit ziet. Dit is Brad Pitt. Oké, ik ga sowieso met Zac Efron die trouwen. Die ging met Jolie en Jolie. Ja. Zo mooi is zij. Oké, maar wat ik dus ga doen. Ik ga helaas, Brad Pitt ga ik vermoorden. Hij is echt de mooiste man. Ja, maar mooiste stel met die vrouwen. Ga ik dan doen? Ga ik dan doen, ja. En dan ga ik Zac Efron. Ga ik gewoon even trouwen. En dan ga ik in High School Musical. Ik zou Zac Efron killen, hè? Nee, want ik ga dan in High School Musical spelen. Ik vind hem echt zo'n mieterige mannetje. Nee, ik ga even met hem in High School Musical spelen. Wat is je lievelingsliedje van High School Musical? Ik heb nooit High School Musical gekeken. Ja, hou je bek. Ik zweer het, ik haat dat. Oh, er komt altijd zo'n meneer. Pittig, dat is kaas. Ken je dit echt niet? Ken je wel een liedje van High School Musical? Ja, vast wel. Ik heb er één liedje. Volgende. Oké. Jij bent.
Dit was het einde van de video. Sowieso gaat het zo niet. Willen jullie even volgen, Florence, op Instagram? Ik zal haar Instagram hier linken. En wij gaan nu uit. Dus ik zou het super leuk vinden als je nu slapen. Als je een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal. Denk je dat je deze video er echt op gaat zetten? Ja, en dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei, schatten. Doeg.